Hoi, ik heb heel veel leuke dingen geshopt en dat wil ik graag in deze video laten zien aan jullie, dus veel plezier met kijken. Nou, bij de H&M heb ik weer heel veel leuke dingen geshopt voor de zomer, voor de lente. En waaronder dit jurkje, het is een geel bloemenjurkje. En de achterkant een lange rits en hij loopt een beetje wijd uit en deze was €39,95. Daarbij vond ik deze ketting zo leuk. Dat ik deze ook heb meegenomen. Hij is een beetje gedraaid. Zo. De mistaken ketting zilver. Die is leuk voor een t-shirt of op een jurkje. En deze is €12,95. En bij de bikinis hadden ze hele goedkope bikinis voor €5 per stuk. Nou, voor het broekje was het €4,95 en de topje €4,95. Dus heb ik deze topje gekocht. En het broekje. Dus dat is alvast voor de zomer. Want in de zomer kan je haast geen leuke bikini vinden. Dus je moet er meestal vroeg bij zijn. En beauty afdeling heb ik ook wel een aantal leuke dingen gekocht. Want ik was in Groningen geweest. En daar hebben ze altijd heel veel beauty producten van de H&M. Waaronder dit toilettasje. Met een beetje een zomersprintje. Het lijkt een beetje op een olilieprintje. Met van die truffels. Ja, van die sliertjes aan de zijkant als rits. Deze was €5,95. En van die lege flesjes cosmetica voor op vakantie. Dan hoef je niet hele grote shampooflessen mee te nemen. Dan kan je het allemaal in deze kleine flesjes doen. En dat is gewoon vet makkelijk. En dit kost €4,95. Nou, daarbij heb ik allemaal dingen voor mijn nagels gehaald. Want ik heb, ik kom altijd van die nagelvals tekort. Dus ik heb een paar leuke vels gekocht. Een klein setje voor mijn nagels met een borsteltje erin. En een glansvel. En een gewone vel in een klein zakje. En deze is €2,95. En deze was €3,95. En daarnaast heb ik nog van die doekjes gehaald. En dit is gewoon met een geurtje eraan. Dus die ruikt lekker naar een grapefruit. Er zitten van die 10 stuks erin. Van hand en gezicht. Dat is gemakkelijk onderweg voor vakantie. En deze kost gewoon €0,95. Nou, daarnaast heb ik nog wat van mijn vriendje gehaald. Want bij de mannenafdeling hebben ze altijd wel leuke t-shirts liggen. Voor niet veel geld. En deze kost €6,95. Het is een beetje rood, koraalroosachtig rood. Met wit, witte strepen. Het is een leuk zomers topje. En een beetje een groenblauw shirtje met een veehuisje. Deze kostte €4,95. Ook een koopje. Nou, dat is dus de H&M spullen wat ik heb geshopt. Naast ben ik bij de Six geweest. En daar hebben ze sieraden actie voor 3 halen, 2 betalen. En daar heb ik deze 3 oorbellen gehaald. En dan heb ik deze grote druppel gekocht met van die draadjes eraan. Leuk voor de zomer, koraalroze. Een leuke statement oorbel met geel erin. Ik denk dat dit past zo mooi bij het jurkje van de H&M die ik net liet zien. En veertjes. Dit zijn 3 oorbellen met 3 verschillende kleurtjes. Gewoon roze, lichtroze en groen. Nou, leuke zomerse oorbellen. Nou, bij 56 heb ik ook wat leuks gekocht. Want daar hadden ze een actie voor 20%. Dus daar heb ik een leuke t-shirt gekocht van Mason Scott. Ik hou van deze t-shirts van Mason Scott. En ze zitten echt super lekker. En de stof is gewoon heel fijn. Nou, dan heb ik dit shirtje gehad met strepen. En daar zit altijd zo'n leuk kettingje erbij. En deze is €54,95. En een nieuwe dieselbroek. Een beetje met een beetje vaal erin. Met grijs lichtroze erin. En deze ziet er dus zo uit. Zo. En hij zit altijd super lekker, die dieselbroeken. En een beetje een lekker stretchstofje, daar hou ik van. En deze kost €149,95. Nou, daarnaast heb ik een G-Star broek gehaald. Ik heb zelf wel lichte G-Star broeken, daar hou ik wel van. En die van mij, die is al een beetje
kapot, dus ik heb een nieuwe gehaald. Dat is een nieuwe editie met andere soorten kontzakjes. Zo. En met een ritje aan de zijkant. Dat is een nieuwe collectie. En deze kost €119,95. Daarnaast heb ik twee Tommy shirtjes bij Man at Work gekocht. Voor mijn vriend. En waaronder dit zomers kleurtje in koraal roze. Ja, koraal peachy-achtige kleur. En deze kost €34,95. En ook een grijze. Nou, dit zijn dus de shirtjes voor Michael. En ik ben nog bij Rachel's geweest. En daar heb ik een lekkere handzeep gekocht. En in India Rose en Sweet Almond Oil. Deze. En nog een handlotion erbij. Nou, en daarnaast ben ik nog bij de Douglas. Daar heb ik wat nieuwe beautyproducten gehaald. Wat lekkere geurtjes en een oogcreme van Dior. Dus een oogcreme. Meestal doe ik gebruik gewoon dagcreme en 's avonds een serum voor mijn ogen. Maar ik had nog niet echt een oogcreme. Dus had ik van Hydra Life de oogcreme gehaald. En de nieuwe geur van Dior heb ik gehaald. Blooming Bouquet, die ruikt super lekker. Daar ga ik jullie ook nog even een review over schrijven. En de Chance van Chanel, die is lekker fris. Daar heb ik de Eau Fraîche gehaald. Nou, en ik heb een nieuwe lade gekocht. Deze heb ik online besteld bij iPhoneCases.nl. Dus gewoon een simpele lade voor iPhone 5. Nou, dit waren de producten die ik afgelopen week heb geshopt. Ik hoop dat jullie deze shoplog leuk vinden. En dan duimpjes omhoog. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg!